Niet iedereen was trouwens voor de wedstrijd gekomen. De komende dagen worden overal in ons land schaatswedstrijden georganiseerd en tochten. Van het Elfstedenfront nog geen nieuws. Maar het ijs wordt voorlopig alleen nog maar dikker. In de kustprovincies en vooral ook op de Waddeneilanden komt er weer sneeuw bij. In de rest van het land schijnt af en toe de zon. In de nacht en vroege ochtend strenge tot zeer strenge vorst. Met temperaturen van min 12 tot min 17 graden. En morgenmiddag blijft het matig vriezen. Dat was het voor dit moment. Goedemiddag. Met dank aan Elke van Doorn. U bent weer terug bij de NCRV op Nederland 1. Dames en heren, jongens en meisjes, nogmaals een goeiemiddag. Tot 7 uur de volgende programma's. De Wuzzels, de Gummiberen. Dan 2 extra programma's, namelijk Dit is Disney. En in meditatief moment een optreden van de Josti Band. Om 5 minuten voor 6:30 gaan we in de Provence weg van de snelweg. Maar hier zijn eerst de Wuzzels. De voorafgaande 2 programma's waren wat aan de korte kant. Vandaar dat we nu nog wat tijd hebben voor iets extra's. En dat wordt Dit is Disney. In meditatief moment speelt een orkest van geestelijk gehandicapten uit Zwammerdam, de Josti Band, 2 nummers van hun nieuwe langspeelplaat. Met beelden van dode Irakese soldaten wil Iran laten zien dat het verder met het offensief heel goed gaat. Iran zegt 9.500 Irakese soldaten te hebben gedood. 800 zijn er krijgsgevangen genomen. Hier komen ze uit het water van een kunstmeer. Irak heeft dit vol water laten lopen om de Iraanse troepen tegen te houden. Een paar dagen flinke vorst en in Friesland schaatsen ze weer op natuurijs. En de eerste wedstrijd is ook al achter de rug. Het plaatsje Uilensprong, halverwege Heerenveen en Drachten, had de primeur, net als vorig jaar. 40 gezinnen telt het gehucht en een ijsclub. En die zet in november het weiland al onder water. Een beetje vorst en de schaatsen kunnen onder. Vanmiddag werd er een korte baanwedstrijd gereden voor junioren tot en met 15 jaar. Zo'n 150 mensen hadden de kou getrotseerd en waren komen kijken. Het vroor bijna 10 graden en er woei een ijzige wind. Niet iedereen was trouwens voor de wedstrijd gekomen. De komende dagen worden overal in ons land schaatswedstrijden georganiseerd en tochten. Van het Elfstedenfront nog geen nieuws. Maar het ijs wordt voorlopig alleen nog maar dikker. In de kustprovincies en vooral ook op de Waddeneilanden komt er weer sneeuw bij. In de rest van het land schijnt af en toe de zon.
In de nacht en vroege ochtend strenge tot zeer strenge vorst. Met temperaturen van min 12 tot min 17 graden. En morgenmiddag blijft het matig vriezen. Dat was het voor dit moment. Goedenavond. Welkom terug, dames en heren, bij de NCRV. Dag jongens en meisjes en goedenavond allemaal. Het is hartje winter, dat kunnen we wel stellen. En op deze steenkoude 11e januari beginnen we ons programma vanavond met de laatste uit onze serie Midwinterfilms. Vorige week zondag heeft u in de film The Love Bug al kennis kunnen maken met Herbie, dat autootje met menselijke vermogens. En ook vanavond speelt deze auto weer de sensationele hoofdrol, maar nu in de film Vol Gas met Herbie. En verder een heel gevarieerd programma vanavond. Het overzicht. Vanavond bij de NCRV de speelfilm Vol Gas met Herbie, waarin opnieuw een autootje de hoofdrol speelt. Na de Cosby Show het programma Ja Natuurlijk. Om 9:55, hier en nu. 1986 was volgens de Verenigde Naties het jaar van de vrede. We hebben er helaas niet veel van gemerkt. Toch, in 86 en in 87 blijven mensen werken aan een vreedzame toekomst. In Hier en Nu vier portretten van zulke mensen. Na een meditatief moment volgt tot besluit van de avond weer een aflevering van de ziekenhuisserie St. Elsewhere. Deze programma's vanavond bij de NCRV.